Ik smelt. Maar vooraleer dat ik volledig gesmolten ben in deze verschroeiende hitte, neem ik deze podcast episode nummer 36 al nog op. En ik word vergezeld van drie zweterige daddies. Eén daarvan is net terug van Lyon en heeft dankzij het vuur van Rammstein nog extra gezweet. Dag Kevin. Hallo. Eén daarvan is net, maar echt net teruggekomen van de tattoo shop en heeft dankzij een urenlange tattoo sessie nog meer lichaamsvocht verloren. Dag Aaron. Een zeer goede avond iedereen. En één daarvan is net terug van nergens, maar staat wel op het punt om liters reetzweet te kweken in Oostende. Dag Braga. Hallo Roma. Mijn zweet is de voorbije weken reeds besprenkeld op de heilige grond van Graspop, Jera On Air, Hyperfest en Rock Werchter, waar dat ze goede muziek hebben gedraaid, daar hangt mijn geur nog een beetje. Ik ben jullie host Roma en ik heet jullie van harte welkom bij de Bragalicious podcast. Zelfs badend in het zweet maken wij nog tijd voor de aperitiefjes. En Praga, jij hebt hier, net voordat we de opname begonnen, gezworen dat jij een gigantisch bommetje ging droppen. Ja, ik ben een beetje gechoqueerd in de zin van, mijn zoon en zijn vriendin zijn van plan naar de cinema te gaan vanavond om dat Thor, Love and Thunder te gaan zien. Tot zijn vriendinnetje ineens zegt van, est-ce que tu savais que Thor il est gay? Wat dus wil zeggen van in het Nederlands, wist je dat Thor gay is? En gay, dat wil dus zeggen in het Engels, in het Vlaams, homo. Of leuk. Ja, gay, dat weet ik, maar in dit geval niet. Ik zeg, what the fuck, zeg Kestudila, hè, wat wil je zeggen? What do you want to say? Hè, want ze is van de Romeinse afkomst. Maar ja, zegt ze, Thor is gay. Maar ik zeg, wat ga je zijn zot? Ja, zegt ze. En weet je op wie het een verliefd is? Ik zeg, nee, op Star-Lord. Dus ik zeg, ik ga hier met mijn kloot aan het trammelen, onze Keanu ook, ja, met de film kapot. Ik zeg, ik ga het opzoeken. En inderdaad, ik typ in Google in, is Thor in love with Star-Lord? En ik krijg, ik weet niet hoeveel hits waarop staat het. Marvel fans are convinced that Thor is in love with Star-Lord. Marvel fans are convinced that Thor is queer. Marvel fans think Thor is in love with Star-Lord. Allee, ben je dan de enige? En hier, hoe is Star-Lord's lover? Does Thor have a crush on Star-Lord? Is Quill in Thunder en Thor in Love? Maar mag ik... Allee, wat was die even onderbreken, nee, want ik heb vooral heel veel vragen gesteld, maar nog geen antwoord gegeven. Ah, dat is dus mijn vraag. Ik had aan de kenners vragen hier, de superheldenfilmfanaten, die gelle zijt, is Thor gay? Ik ga counteren met een tegenvraag. Maakt het iets uit? Nee, absoluut niet. Maar ik vind het wel verrassend. Want ik dacht dat in de eerste film van Thor, dat hem daar iets had met dat meisje. Tuurlijk, en nog altijd. En nu zou plots verliefd zijn op Star-Lord, terwijl ik pas Marvel's Guardians of the Galaxy heb uitgespeeld. En dat was van dat. Ik bedoel, ik dacht dat Star-Lord dan iets zat met Tinkske, met dat groene madameke op wiens naam. Gamora. Gamora. Gellen zijn mij drie, de antwoord op de vraag is Thor gay of niet? Goh, ja, niet gay pur sang, want dan zou hij niet iets hebben gehad met Natalie Portman's character. Ja, want die heeft hem ook gekust, ja. Of dan moet hij onderweg... Of die relatie moet hem zo hard gebroken hebben dat hij nu zoiets heet van lang levende mannen. Maar ik denk het... Ik heb althans geen hints opgevangen in Thor Love and Thunder dat toch uitgesproken gay zou zijn. Van Cork daarentegen kunnen we wel zeker zijn. Ik weet het niet, ja, maar je moet het niet vragen. Ik heb geen idee. Discussie aan tafel terwijl we aan het eten waren. Oké, okay, ja, maar... Dat is wat ik bedoel. Ik denk dat dat de goede insteek is van Disney, denk ik. Hè, om het zo vloe te laten en dat iedereen zich kan vinden in het personage. Maar ik denk ook niet dat Disney het hier vloe heeft gelaten. Ik denk niet dat ze bewust een paar hints hebben gedropt. Ik denk dat dit puur de community is die begint te denken dat Thor gay is. Dat ze alles beginnen zoeken van... Maar tegenwoordig, met al die diversiteit, equity en inclusie, dat speelt geen rol meer wat je zegt, hè? Nee, het maakt allemaal niks uit. Zolang dat je me goed voelt.
Maar ja, of je een hamer of een zwaard of een nunchuk vast hebt, dan maakt eigenlijk niks uit. Hè. Of een paar zin wij, wij moesten op het werk zo'n enquête invullen rond diversiteit. En dan werden ons vragen gesteld van wat is uw seksuele voorkeur? Je moest een keer weten hoeveel seksuele voorkeuren er bestaan, man. En dan hoe dat je eigen identificeert en zo allemaal. Pas op, gaat dat niet voor mogelijk. Ik heb veel bijgeleerd. Ik wist het niet. Ik identificeer mij als gamer. Ja. Voilà. Dat wel, ik ook. Dat stond er niet tussen wel. Ah, zie, kijk. Uitsluiting. Niet inclusief genoeg. Ja, voilà. Kevin, geef ons eens wat verkoelend nieuws. Wel, eigenlijk is het geen groot nieuws, want eigenlijk iedereen weet dat Netflix werkt aan een nog goedkoper abonnement, maar dat er een vette kanttekening aan gaat vasthangen en dat er reclame getoond gaat worden. Of dat ervoor gaat zijn, gelijk op YouTube, en ertussen gelijk in YouTube, of dat het alleen ervoor gaat zijn, zoals op VRT Nu, en wat is het allemaal, of daarna. Daarna zou heel stom zijn. Eigenlijk, als dat na de credits komt, gaan ze heel weinig views hebben, veel reclame. Maar daar werken ze eigenlijk aan. Waarom? Omdat ze de stijging in abonnees stagneert een beetje. Dus in plaats van te denken van, misschien zijn we te duur, hebben ze bedacht van, we gaan gewoon een goedkoper abonnement en dan kunnen we daar ook nog eens advertenties in knallen en dan maken we dubbele winst. En het ding is nu dat ze bekendgemaakt hebben dat ze daarvoor gaan samenwerken met Microsoft. Die eigenlijk ook aan het werken zijn aan in-game reclame. Ja, in-game reclame in games dus. Hè. Dan is wat niet in-game zijn, maar in film reclame in films. Dus dat is een beetje... ik vind dat eigenlijk wel opvallend dat Microsoft mee op die kar springt. Enerzijds misschien al goed dat niet in een of ander obscuur advertentiebedrijfje is dat mee op die kar springt of dat ze het zelf gaan doen, maar dat Microsoft eigenlijk gaat instaan voor het herkennen van de klant en juist de advertenties gaat vasthangen aan uw profiel. Ik weet niet hoe dat bij jullie allemaal gesteld is, maar de kans is groter bij bijvoorbeeld YouTube-reclame dat ik het product dat mij getoond wordt meer ga haten dan dat ik het eerder zou willen kopen. Dat is zeer herkenbaar. En mijn vriendin vindt dat heel ambetant, want die zit in de reclamesector. En ik vervloek altijd die zogenaamde pre-rolls. Maar ja, kijk, het is een inkomstenbron en... Ja, ik weet ook niet of ik dan ga zeggen van ja, oké, ik ga €3 korting op mijn abonnement krijgen om dan altijd reclame te zien. Ik ben eigenlijk juist naar alle streamingdiensten overgestapt en mijn distributie afgezegd om niet meer naar die reclame te moeten kijken. Dus voor mij hoeft het eigenlijk niet. Maar goed, voor mensen die zeggen van ja, €8 is eigenlijk nog te veel voor ons per maand, en dat snap ik eigenlijk ook wel, ja, is het misschien een abonnement voor €5? Kan dat dan wel interessant zijn? En als je daar dan abonnement reclames voor moet kijken, ja, misschien is daar wel een extra doelpubliek voor. Ik weet het niet. Maar nu over Netflix gesproken, ik heb deze week ook een artikel gepost waarin dat ze mijn nieuw soort van spatiale audio gaan beginnen. Ah ja. Dus de mensen die thuis met een surround systeem of zoiets in deze jaar zien, die gaan wel nog meer van het geluid gaan. Is dat zo bij de home cinema, dat ze zo langs achter ook fluisteren? Koop Vanish Oxy Action Spray. Van die subliminal messages. Zo. Ja. Hoe zou dat zijn? Nee, maar dan gaan ze dat waarschijnlijk weer in het duurste abonnement steken. Hè? Want dat vind ik eigenlijk wel jammer aan Netflix. Dat ik echt het duurste abonnement moet nemen, waar ik dan kan delen met 4 mensen. Waar ze dan ook niet graag hebben. Om dan eigenlijk de 4K-versie te kunnen kijken. Ik wil gewoon op 1 scherm 4K kijken en daarvoor moet ik nu €13 voor neerstellen. Ik vind dat eigenlijk niet oké. Maar wat ze zal beter daar iets aan doen. Het moment waar ik het even over wil hebben, is een game die mij heel nauw aan het hart ligt. Ondertussen mijn derde en bijna tweede meest gespeelde game ooit in het PS3-4-5 tijdperk. Fall Guys Ultimate Knockout is een paar weken geleden free-to-play gegaan en heeft ook, zonder het iemand te zeggen, maar ik heb het gemerkt, de subtitel Ultimate Knockout laten vallen. Dus het heet nu gewoon Fall Guys. En Fall Guys zit sinds dat het free-to-play ging. We hebben eerst op de site een bericht gebracht dat ze aan 20 miljoen spelers zaten. En dan dacht Fall Guys even van, nee, wacht, we've only just begun. Ze zijn er 50 miljoen spelers geknald, wat dat fantastisch is. Maar voor het eerst ooit heb ik eigenlijk kritiek op een van mijn favoriete games.
Fall Guys heeft namelijk een online trucje, zal ik het noemen, geïmplementeerd dat heel veel games tegenwoordig doen, wat ik absoluut verschrikkelijk vind. En dat is skill-based matchmaking. Net zoals dat Call of Duty het een paar jaar geleden deed, is er dus nu geen kans niet meer dat ik uitkom tegen mensen die minder wins halen of geen wins halen. Ik heb er zelf ondertussen 135. Als ik nu een matchje opzet, dan zit ik met 59 andere koningen. En een paar weken geleden had ik geen enkele moeite met keer op keer de finale te halen. En nu moet ik soms zwoegen om door de eerste ronde te raken. Gewoon omdat je bij de crème de la crème zit. En ik vind dat jammer, want bij Call of Duty had ik hetzelfde. Er is niks mis met af en toe in een lobby terecht te komen waar dat je gewoon ongord wordt geknald en af en toe de absolute koning te zijn. Dat is nu eenmaal hoe dat gaming werkt. En ik vind het jammer dat ook Fall Guys begint met iedereen bij het handje te houden en iedereen in het juiste kotteke te plaatsen. Ik weet niet hoe dat Gulder erover nadenkt, maar ik vind dat een heel tegenstekelijke trend. Ik vind dat juist heel goed. Zo kun je alleen maar beter worden. Dat is lekker als wij in Fortnite voor hebben ook. We worden telkens beter en beter, komen telkens in hogere lobby's. En het wordt nu al moeilijker om te winnen. Maar als je wint, gelijk als gisteravond bijvoorbeeld. Ja, dat was precies zonder mij dan. We hebben de ganse avond telkens top 3, top 4. En ze hebben we verdiend in de laatste match, jongen. Gelijk als 3 koningen. Gewonnen. Waarom niet? Waar is mogen zeggen? Ja, het is waar. Ah. Het is zeker waar. Het was een lekker potje. Ik zal niet zeggen dat niet tof is, hè, want ik heb ook al gewonnen in Fall Guys en nu geeft mij dat dan ook wel meer voldoening. Maar ja, ik zeg het, Fall Guys was standaard al een moeilijk spel. Je speelt tegen 59 anderen in Battle Royale, je bent met 60. Er zijn altijd wel 5, 6 koningen die je moet verslagen, of een tiental zelfs. Terwijl dat ik nu echt wel soms matchjes heb, als ik één fout maak in een level, is het al gedaan. En je wordt beter en ik juich dat ergens wel toe. Maar ik vind niet dat... Ik vind dat er tutorials moeten zijn en dat nieuwkomers beschermd moeten worden. En dat er bijvoorbeeld gelijk in Call of Duty een playlist moet zijn waar dat je enkel in kunt spelen binnen de eerste 10 levels. Maar ik vind dat de betutteling te ver gaat. Zodat de nieuwkomers zeker niet terecht zouden komen in de lobby met spelers gelijk mij, met 400 plus uur op de teller, ik vind dat het allemaal een beetje te betuttelend wordt. Ja, anders moet je iets anders doen, hè. Kantklossen, breien. Breikursus kun je gaan volgen ook, hè. Ja, je kunt ook een nieuwe account leggen, maar slecht zien, ja. Ja, maar dat mogen we ook niet doen. Dat is ook foos, vind ik. Hey, dat kan, hè, Kevin, maar in Rocket League hebben ze zo vaak mensen, hè, Smurfs noemen ze dat dan, die eigenlijk opnieuw beginnen om in de lagere divisies te kunnen spelen en dan constant te kunnen winnen. Dat zou ik ook niet willen. Maar ik vind gewoon, ik wist het ook niet, want Fall Guys heeft het heel geniepig gedaan, die aanpassing online. Maar ja, dat was gewoon op een random avond dat ik aan het spelen was en dat ik ineens zoiets zat van hoe zijn de mensen vanavond? Jezus. En dan ben ik dat beginnen opzoeken, omdat ik zoiets had van dit kan toch niet? En dan kwam ik erachter van, snap, er is vanaf nu skill-based matchmaking in het geniep bijgekomen. Dat is bij FIFA toch ook, dat je begint in de lagere regionen. En hoe hoger dat je gaat, hoe beter dat je tegenstanders worden. Dat is toch juist plezant en eraan. Als je zo telkens wint met 10-0, 20-0, 30-0 op een uur, dan zoiets van... Nee, dat klopt. Maar en dat klopt volledig, hè, Praga. Maar in FIFA speelt je 1-1. In Fall Guys zijn er met 60. En ik vind het wel leuk dat die 60 mensen dan de mix zijn van beginners, nieuwkomers, gemiddelde koningen, knechten, hoe dat je het ook moet noemen. Nu zitten met 60 koningen, ik zal het met een ander voetbalvoorbeeld counteren. Barcelona moet ook niet elke week tegen Real Madrid spelen. Die spelen ook nogal tegen de nummer 16 en 17 in de competitie. Klopt. Dan hebben we hier nog één nieuwtje, Kevin. En jij wil het even hebben over de staat van ons alomgeliefde PS Plus. Ja, ongeveer een drietal weken geleden heeft Sony PlayStation eindelijk een plan uit de doeken gedaan om het op te nemen tegen Game Pass, als ik het zo mag noemen. Met er PlayStation Plus Extra en Premium, dacht ik, had het noemd. Dus ik moet eerlijk toegeven, ik ben zelf toch ook al een jaar eigenaar van Game Pass en ik heb daar tot hiertoe nog geen seconde spijt van gehad. En ik ben al vele jaren een gamer op PlayStation en ik keek eerlijk gezegd heel hard uit naar die Extra en Premium. Totdat ik eigenlijk de catalogus zag.
Ik wil het even hebben eerst over de catalogus die ze in het begin hebben vrijgegeven. Want als je even goed kijkt naar de catalogus, zitten er ongelooflijk veel PS Plus games tussen. Dus die hebben ze, die ze eigenlijk elke maand hebben gratis gegeven, als ik het zo mag noemen. Dus als je die catalogus van Premium of Extra, ik zal het over Extra hebben, want Premium dat is nog PS 1, 2 en 3 ook er nog bij zit, maar dan over Extra, als je die catalogus eens gaat bekijken, dan zitten er wel echt heel veel games bij die je eigenlijk al, als je jaren, zoals ik spreek even persoonlijk op mij, al jaren PlayStation gamer zit, dan ga je toch niet veel nieuwe games uit die Extra halen, denk ik. Nee. Maar nu dacht ik van, oh, wanneer komt de nieuwe lading games? Dus ik was wederom toch vrij benieuwd wat de nieuwe games gingen worden. Dus ik heb van de week is er hier op de website bij ons een postje gelanceerd met de nieuwe games op. En eigenlijk was ik wederom enorm teleurgesteld. Want als ik moet kijken naar het lijstje dat ik hier even voor me heb gelegd, is het enigste spel voor mij dan wederom persoonlijk, is eventueel die Stray, dat we zo overhalen om PS Plus extra in huis te halen. Want als je dan ziet, de andere games, alsjeblieft, like Marvel's Avengers, ik weet het niet goed, hè. Als je daar nu nog moet mee beginnen uitpakken om eventueel PlayStation gamers te overtuigen door een extra abonnement te overtuigen of overhalen, of like bijvoorbeeld Assassin's Creed Unity, ja, ik weet het niet goed. Lekker recent. Ja, wel, voilà. Als je die lijst hier ziet, ik zal hem zelf kort opnoemen. Hey, Marvel's Avengers, Assassin's Creed Unity, Black Flag. Oké, dat is nog een van de betere Assassin's Creed, maar ook wel al jaren oud. Dan krijg je even een Saints Row, Get Out of Hell. Dat is ook al een spel dat ik weet niet hoe oud is. Ja, het grappige is, meestal gaat je ofwel voor recent, ofwel voor klassieker. Als in een beetje ouder, maar was echt wel heel goed. Maar PlayStation pak zo... Sony pakt het slechtste van beide. Het zijn zo niet de meest recente games die ook niet echt zo geweldig waren. Nee. Ja, wel. Dus ik snap wel er een tactiek niet zo goed eigenlijk mee aan zo'n toen zijn PlayStation. Of is dat nou omdat dat nog in het begin is? Of ik snap het niet zo goed eigenlijk. Als je vandaag de dag begint met gamen, is het een geweldige instap om ineens voor 10 jaar niet meer te weten wat eerst te doen. Maar inderdaad, voor elke iets wat doorwinterde gamer zeggen wij collegiaal, Sony, we willen meer. 2013 was een belangrijk jaar voor de geliefde game developer Naughty Dog. In een ver verleden brachten ze al klassiekers zoals Crash Bandicoot en Jak & Daxter. Maar tussen 2007 en 2011 deden ze iedereen gamers in de mond openvallen met de Uncharted-trilogie. De verwachtingen waren dan ook gigantisch toen ze in 2013 voor het eerst in 8 jaar weer een game releaseden die niet Uncharted heette. De post-apocalyptic world van The Last of Us op PS3 viel absoluut niet tegen. De game werd een van de best verkochte en best gereviewde games ooit, won talloze Game of the Year awards en ja, wordt gewoon gezien als een van de beste games ooit gemaakt. Amper 11 maanden later kwam The Last of Us Remastered uit op de PlayStation 4 met verbeterde graphics en extraatjes die opnieuw gesmaakt werden. Nu, 9 jaar na het origineel en 8 jaar na de remaster, krijgen we een remake. The Last of Us Part 1 gaat dat beestje heten. En dat beestje kan nu al op kritiek rekenen. Volgens velen is een nieuwe uitgave van de game onnodig, zal Naughty Dog beter andere dingen aan het doen zijn en is deze titel gewoon een cash grab. Maar dat laatste, daar is de developer Naughty Dog het absoluut niet mee eens. In een quote op social media zei developer Morrison dat het een van de meest gedetailleerde projecten is waar dat hij ooit aan heeft gewerkt en dat het iets is dat hij in heel zijn carrière nog nooit gezien heeft en dat er een ongelooflijk hoog level van attentie voor detail aanwezig is. Hij zegt ook dat over het prijskaartje van €70 hij niet beslist heeft. Maar ja, iemand is de schuldige. Kevin, heeft Naughty Dog een punt of niet? Is The Last of Us Part 1 een cash grab of niet? Laat mij zeggen dat eigenlijk alle remakes en remasters eigenlijk simpele cash grabs zijn. Als je een game dat goed gepresteerd heeft opnieuw uitbrengt, ja, dan is dat een cash grab. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Langs een andere kant, een van uw vragen was, is het nodig dat The Last of Us nog een keer uitkomt? Ik vind van niet. We hebben op de PlayStation 4 eigenlijk al een hele schone remaster gehad.
waar dat de game eigenlijk fantastisch uitziet. Ja, uiteraard. Ze hebben van die vergelijkingsvideo's getoond waarin dat, ja, de nieuwe character models en de oude naast elkaar staan. Ja, uiteraard zien die van nu er beter uit, maar ja, dat is iets dat je met elke game gaat hebben als je dat opnieuw maakt. Dus ja, ik weet het niet. Ik denk, ik vermoed stiekem dat het een hele goede marketingstunt is voor de serie die volgend jaar uitkomt. Om zo Joel iets meer te laten lijken op de acteur die Joel in de reeks speelt. Praga, toen dat nieuws van de remake van The Last of Us Part 1 uitkwam, had jij toen zoiets van, potverdikke Naughty Dog, €70 vragen in plaats van de €80 dat tegenwoordig de prijs is voor een AAA-title. Dank u vriendelijk. Nee. Ik had zoiets van, allee, ze zijn er weer mee daar. Als je ziet, er zijn er vele. Resident Evil 4 komt binnenkort weer uit. Skyrim op 20 platformen. Grand Theft Auto 5 op 20 platformen. Sommigen zijn er nog zo vriendelijk van, kijk, als je het spel al hebt, want is daarvan gesproken geweest, pak dat je de... Ik heb het op PlayStation 3 en PlayStation 4 gespeeld, dus pak dat als ik het op PlayStation 5 wil spelen, gaat je dan gratis kunnen upgraden naar de PlayStation 5-versie, of moet je echt het spel opnieuw gaan kopen? Dat is... Je gaat het opnieuw moeten gaan kopen, denk ik, ja. Maar het is wat ik zeg, is geen cash grab, dus dat is dikke zever allemaal. Waarom maakt het dan op de schone ogen van de koning of wat? Het is dat zoveel mensen het spel hebben gekocht op PS3 en PS4 dat zo iconisch en legendarisch is geworden. Dus zouden ze beter al die mensen mogen bedanken en zeggen, die zijn een gratis upgrade als je het spel hebt. Hè. Mm-hmm. Allee, ja. Ook belangrijk is dat Naughty Dog heeft gezegd dat het absoluut geen cash grab is. Dat is exact wat dat iemand zou zeggen als uw game een echte cash grab is. Ja, tuurlijk. Ook al. Reverse psychology, hè. Dat is, Die zou ah, ja, oké, niet aan de Naughty Dog, ça va. Hier is €70. Nee, goh, weet je, van mij mogen ze, zouden ze beter een nieuwe Uncharted maken. Want ze zitten al lang te roepen van, ja, nee, dat is afgerond. The Last of Us is ook afgerond. Stop daarmee. Begint gewoon een goede Uncharted of een nieuwe Uncharted met zijn dochter. Go. Maar dat is gewoon ook het probleem deze dagen. Heel veel van die studios en gamers ontwikkelen kost heel veel geld. Dus wat doen ze? Of ze maken een sequel op een bestaande serie. Of zeggen, weet je wat, we gaan een remake of 2-3 maken. Dan zijn we zeker dat we ons geld gaan binnenhalen. Mm-hmm. Als je met het nieuwe afkomt, dan blijft de vraag, gaat het goed zijn? Gaat het verkopen? Dus zolang dat wij die remakes en die remasters blijven kopen... Ja, gaan ze die blijven maken, hè. Want dus... ja, die in Dead Space, Roma. Dead Space. Ja, is dat een is cash dat grab? Nuttig of niet? Is dat een cash grab of niet? Voor mij absoluut niet. Ga ik hem spelen? Ja. Maar het is niet nuttig. Dead Space op PS3 staat nog altijd als een huis vandaag. En daarom heb ik eigenlijk een idee voor de gaming-overheid. Aaron, ik zal u even laten beslissen of dat het een goed idee is of niet. Dus jij vervult de rol van gaming-overheid. Vanaf nu... is de regel dat je pas een remaster of een remake mag maken als je game minstens 15 jaar oud is. En anders is het verboden. Ja, akkoord. Akkoord. Dat is niet waar. Jammer, Praga, we gingen voor 4-4. Zeg. Pak het spel gelijk als GoldenEye op de Nintendo 64. Dat is een van de meest legendarische games ooit. Dan moet je geen remake maken. Laat dat spel in zijn eer... Laat dat zijn iconische status houden. En komt dan niet meer af met een remake. Allee... Ai, nee. Snap nee, maar het gaat eerder vragen over het feit van... Als er een remake zou gemaakt worden van een bepaalde game... Als dat dan een game moet zijn die ouder is dan 15 jaar. Daarmee moet dat niet per se GoldenEye zijn. Maar allee. Bijvoorbeeld The Last of Us, pak dat dan nou 20 jaar oud zou zijn. Dan zullen de mensen dat eerder kunnen accepteren als nu al. Voilà. Dat is precies gelijk als ze... De mooie vrouwentoren van La Estrella na 20 jaar zouden laten coveren door Margriet Hermans bijvoorbeeld. Allee. Volgens mij heeft hij dat al gedaan, maar dat terzijde. Hoe weet jij dat? Maar... Ik was straf dat jij dat weet ook al. Dat was het voorprogramma Lyon van Ramstein. Al die Fransen die snappen er geen hol van. Wauw, ik hier Sam, Margriet Hermans. Jamais entendu ça. Er zijn zo van die game-trailers die je, terecht of onterecht, een zalig gevoel kunnen geven. Trailers die inbeuken op de ziel.
die goesting geven in de game en die uw geduld dan al op de proef beginnen te stellen. Trailers die u bij de keel grijpen, doen kwijlen. Trailers gevuld met muziek die het haar op uw armen doen rechtstaan. En dan zijn er van die trailers waarvan dat je denkt, oei, staat mijn resolutie te laag? Is dat echt wel goed ingeladen? De trailer van The Lord of the Rings Gollum, die behoort helaas tot de tweede categorie. Gamers wereldwijd reageerden met woede en hoongelach vorige week, omdat de game eruit ziet, ja, alsof dat die net op een verse PlayStation 3 is uitgebracht. Publisher Nacon heeft de bonen gefret en wij vragen ons dus af hoe dat het zover is kunnen komen. Praga, hoe kun je zo'n trailer uitbrengen en niet zien dat dat echt niet oké is? Dat is een vraag die ik mij de laatste maanden, misschien jaren zelfs, regelmatig heb gesteld. En dan denk ik wel spontaan aan Assassin's Creed Valhalla. Dat was ook zo van, ja, we gaan gameplay. En je zegt van, tja, ik heb geen gameplay gezien. E3-trailers die volledig misbruikt worden om fans zot te maken van een of andere game die gaat uitkomen. En dan blijkt achteraf dat de echte versie er slechter uitziet als een trailer. Dus laat ons maar zeggen dat ze dan weer aan een trailer hebben die misschien zo slecht dat het spel alleen maar beter kan worden. Weet je nog, Borderlands, de eerste trailer, de allereerste trailer van Borderlands. Dat was ook iets helemaal anders qua tekenstijl en qua filmstijl. Dat was ook volledig overboord gegooid. Dus met dat nieuw systeem op de proppen komen. Maar om maar te zeggen, van, ja, sommige uitgevers grijpen misschien soms te hoog. En je zegt zelf, de Lord of the Rings Gollum is toch wel een heel prestigieuze IP. En dan verschiet je al een beetje van dat, met alle respect, een iets kleinere speler. Allee, als Nacon eigenlijk, vroeger Big Ben Interactive, met zo'n games uitkomt, maar anderzijds moeten we ook weten, Big Ben Interactive, die maken ook, die maken ook games voor het, hoe moet ik het beleefd uitdrukken, voor het mainstream gaming publiek, als ik het zo moet zeggen. Mm-hmm. En waarvan ze weten, de fans kopen dat toch, wat er nu slecht uitziet of niet. Dat is het probleem aan Nacon, die hebben heel veel series à la Tour de France, waarbij dat de niche het koopt en of dat het nu goed of slecht is, de rest gaat niet kopen. Met de trailers waarover dat jij sprak, Praga, dat waren dan eigenlijk vooral trailers, ja, die er goed uitzagen en het definitief product was slecht. En dan kan ik ergens nog begrijpen dat de studio's zoiets hebben van, ja, hype het maar genoeg op met de trailers voor de pre-orders. Maar nu zitten we met een trailer die gewoon al verschrikkelijk is. Allee, Gandalf zag eruit als een cosplayer die op een dag zijn kostuum moest verzamelen en een budget van 20 euro had. Zo zie ik Gandalf eruit. Dus Kevin, ik verleg het even naar u. Hoe brengt je dat op de markt en denkt je niet van, misschien gaan we hier geen goed mee doen? Goh, ik denk dat ze geen andere keuze hadden, in al eerlijkheid, want ze hebben de game al eens een paar keren uitgesteld, 1 of 2 keren ondertussen. Dus ik denk dat het tijd was om gameplay te tonen. En ja, het ziet er inderdaad niet goed uit. En ik denk dat die ontwikkelaars dat zelf ook wel gaan weten. Maar ja, dat is misschien heel kort door de bocht, maar ik heb het liever zo. Dat je op voorhand weet van, oké, het gaat hier geen grafische topgame zijn, maar misschien gaat het verhaal wel goed zijn. Hè, want Lord of the Rings, een van mijn favoriete filmtrilogieën. Keigoeie boeken. Dus misschien gaat het verhaal wel goed zijn. En oké, als dan de graphics wat minder is, kunnen daar wel wat doorkijken. Ik denk dat het grootste probleem gaat zijn dat het een beetje een Marvel's Avengers-syndroom gaat hebben bij de meeste mensen. En daarmee wil ik zeggen van, iedereen kent de Avengers en Iron Man en Captain America en iedereen kent Gollum zoals dat hem is. En iedereen weet hoe dat Gollum klinkt. En dat is totaal anders in deze game. En uiteraard, een Nacon gaat niet een die Serkis kunnen betalen om de voice acting te doen. Maar ik denk dat dat het grootste probleem gaat zijn van deze game. Is dat het er dan niet uitziet, à la limiet? Kunnen we misschien nog verder met gameplay, maar als dan zelfs de stemgeluiden anders gaan zijn? Ik bedoel, ja, maar dat is logisch dat ze anders zijn. Ik vind dat niet erg, hè. Jawel. Ik kan daardoor... Ja, maar... Ja, dat vind ik niet. Dat is onze filmgolem. We zijn er allemaal mee opgegroeid. Jij iets minder, Praga, want jij waren al groot, wij nog niet. Ja, voilà. Maar ik denk dat de meeste mensen dat er toch moeilijk mee gaan hebben. Als ik heel die historie rond Chris Pratt die de stem van Mario gaat doen in plek van Charles Martinet. Wat ik bedoel...
Ja, dat gaat ook heel moeilijk worden. Is Gollum wel een interessant genoeg personage om echt een hele Lord of the Rings game aan vast te hangen? Wel, het is toevallig, Roma, dat je die vraag aan mij stelt, want ik zat eigenlijk ook met hetzelfde dat ik wou aankaarten. Zitten de Lord of the Rings fanaten, als ik het dan even over die groep heb, wel te wachten op een game rond Gollum? Want ik heb de trailer ook bekeken en het was deze week bij ons op de Facebookpagina ook aangekaart door een lezer van ons. Ik vind dat het ook heel hard trekt op sticks. Ik ging het juist zeggen. Echt. Ja. Hey, maar die sticks games zijn wel plezant, hè. Ja, die zijn goed. De eerste keer gratis binnengehaald, links of rechts, en de tweede in de sol. Dat is heel plezant om te spelen, hè. Pas op. Hè. Ja. Maar het is lekker Roma de vraag naar mij stelde ook. En ik wou het eigenlijk ook zelf vernoemen. Maar ik ben ook een Lord of the Rings fan wat. Maar ik zit eigenlijk niet te wachten op een game om met Gollum te spelen, eerlijk gezegd. Dat lijkt mij een leuke sidequest, maar niet meer. Ja, voilà. Ik denk aan er wel andere... Allee, als je de boeken dan ook nog gelezen hebt, dan er wel andere figuren zijn waar je een topgame of een goede game rond kunt bouwen. Ja, ik denk dat het in alle eerlijkheid, en dan komen we weer op het financiële, volgens mij heeft Naken daarvoor gekozen, omdat dat financieel het interessantste zal geweest zijn. Want als ze met een Frodo moeten gaan beginnen, of met een Aragorn, ja, dan weet iedereen zeker hoe dat die eruit ziet en hoe dat die klinken. Maar misschien, ja, wie weet dat Amazon nog wel iets fijn gaat doen met de televisieserie waar dat ze nu aan bezig zijn, waar dat een eerste trailer nu ook van uitgekomen is. Ja, misschien gaan die nog wel iets van games gaan doen. En ik hoop vooral dat die backlash die er nu is, in de aanloop naar die eerste trailer, van het woke en donkere dwergen, dat kan niet, en vrouwelijke dwergen die er vrouwelijk uitzien, dat gaat niet, want eigenlijk moet dat mannen met baarden zijn, bla bla bla. Ik hoop dat dat een beetje kan verdwijnen en dat het toch gewoon goed gaat zijn. Praga, iets wat jij ook al eerder, vooraleer dat de opname begon, had aangekaart. Is dat Naken nog een andere game in het verschiet heeft zitten, namelijk een open world Terminator game? De vorige game van Terminator kreeg heel veel slechte reviews. Niet van mij, ik heb het in een tijd een 7 gegeven. En uiteindelijk hebben de gamers en de fans mij gelijk gegeven, zal ik het dan maar zo noemen. Nu heb ik heel veel schrik met de Terminator game die er nu moet aankomen, omdat Naken wel de naam begint te krijgen van gewoon grote licenties heel matig te maken. Ja, want ik heb gezegd, ze hadden geen geld voor aan die circus te betalen. Die Gollum speelt in de films, maar ze hebben dan wel geld om die licentie te mogen gebruiken van zowel Terminator als The Lord of the Rings, bijvoorbeeld. Wat ook wel geld moet kosten. Maar ik denk gewoon, Praga, dat die mannen gewoon opteren van geld binnen te halen, gewoon door die naam alleen al, hè? Door Terminator en door Lord of the Rings. Hè? Ik kan die daar gewoon naar proberen pakken. Maar ik bedoel, een open wereld survival game rond Terminator, dat klinkt echt ontzettend cool, vind ik persoonlijk. Want tegenwoordig wordt wel een keer tijd van die dingen. V-Rising pakt het ook heel goed aan, vond ik. Gedaan met zombies, we gaan een keer de vampierentour opgaan. Dat was super plezant om te doen. Valheim, die we het Viking-thema kozen. Dus toen ben ik eens per curieus als het hier gaat uit. Want ik vind het wel een heel veelbelovende... En was eigenlijk heel plezante licentie, die Terminator, maar een open wereld spel rond te maken. Maar eigenlijk, als dat gezegd, dat zijn die mannen van, kom, we maken hier een spel. Ik heb een idee, we maken daar een spel rond. Nacon is de laatste tijd heel vaak hit en miss geweest. Tour de France 2021 heeft van mij mijn laagste score nooit gekregen, een 2 op 10. Zorro The Chronicles, Kevin het heeft gereviewd. Ja. Was ook niet Game of the Year worthy, zullen we zeggen? Nee, niet echt. Maar langs de andere kant hebben ze ook wel Vampire the Masquerade Swansong, waar dat Praga vrij positief over was. De WRC-reeks is al enkele jaren in betere handen. The Sinking City. Allee, Kevin, waarde jij die ook even aangaf toen dat we het over dit onderwerp gingen hebben, van laten we het ook even over de geschiedenis van Naken hebben en wat ze wel al goed hebben gedaan om toch een beetje vertrouwen weer te hebben. Ja, ik denk dat Naken echt wel zo'n bedrijf is. Oké, dat is een Europese publisher. Ik denk dat we dat altijd fijn moeten vinden dat er uit Europa ook toffe games gemaakt worden. Maar dat we het misschien ook in perspectief moeten zetten. Hè. Niet alles kan een AAA-game zijn. En dat pretenderen ze denk ik ook niet. Met Lord of the Rings uitgezonderd dan, denk ik. Maar zij kunnen bepaalde games wel heel goed in een niche laten en uitbrengen. Hè. Gelijk de WRC gaat een pro-cycling manager. Die is ook al
jaar na jaar uitbrengen. Dat zijn echt niche games en dat blijven ze goed doen. Oké, die vernieuwen niet elk jaar zoals dat het zou moeten, maar goed, dat hoeft ook niet altijd. Maar ja, ik denk dat we gewoon dat zij wel de kans geven aan kleinere ontwikkelaars om hun talenten verder te vormen door games op de markt te brengen die niet altijd even goed zijn, maar waar wel potentieel in zit. Gelijk die, er is een skate game waar ze ook mee gaan komen. Sessions. Dat gaat een skate simulator worden. Ja, dat vind ik wel cool dat ze dat uitbrengen en dat ze er geld in steken. En misschien wordt dat wel iets goed en misschien gaat dat wel beter worden dan Skate 4. Wie weet. Maar die Sessions die is er al een tijdje. Dat is van een indie studio, pijs ik. Ja, ja. Die is er al een tijdje in Early Access ook, hè. Ah, ja, het is dat. Maar dat is juist het leuke dat zij eigenlijk geld steken in veel kleinere studio's. En dan er eigenlijk wel redelijk wat tamtam kunnen rondmaken door het feit dat zij vrij groot zijn. Het klopt dat niche niet is waar dat Nacon heel neig binnen blijft plakken. Ze brengen ook games uit de officiële rugby games, cricket games, handball games. En dan heel wat obscure titels zoals B-Simulator, Solitaire, Aquamoto Racing, Utopia, I Love My Pony. Ja, dat zijn allemaal van die titels. Inderdaad, Kevin, gelijk dat gezegd, langs de ene kant mooi en lovenswaardig dat ze als publisher zoveel studio's dat laten maken. Maar zijt je dan ook de publisher die Lord of the Rings en Terminator moet brengen? Nee, misschien niet. En ik heb ook ik hou mijn hart ook een beetje vast voor die Test Drive Unlimited Solar Crown. Ik ben een hele grote Test Drive Unlimited fan geweest in het verleden. Ze hebben nu die licentie bij KT Racing gezet. Dat zijn de mannen van WRC, dus ik heb er wel wat vertrouwen in. Iets minder na het feit dat ze weer al, denk ik, voor een tweede of een derde keer de game hebben verschoven. Maar goed, ik denk dat het goed is dat er diversiteit is in uitgevers en dat niet allemaal bij een EA en een Activision en een Blizzard en een Microsoft moet zitten en dat er ook nog wel wat kleinere zijn. Dat vind ik nog positief. En we hebben trouwens die Blood Bowls, dat zijn ook goede games trouwens. Dat komt ook van die mannen, dat is rugby met die orks en wat is dat allemaal. Ja, met die fantasy style. Ja. Dus ja, natuurlijk, alles is niet goed, maar bij EA is ook niet alles goed en bij Activision is ook niet alles goed. Dus. Afsluiten doen we naar traditie met de suggesties van het huis. Aaron, jij hebt iets voor de mensen die toch nog een extra portie psychose in hun grote vakantie willen. Ja, dat klopt. Ik heb vorige week op gamegebied een sprong in het diepe gewaagd. En ik ben begonnen via de Game Pass aan Hellblade, Senua's Sacrifice. Het enige wat ik van die game wist was dat die heel goede reviewscores had gekregen. En dat was het. Dat was het. Ik wist voor de rest niks van die game. Dus ik ben die beginnen spelen. En zoals de meesten wel al weten, heb ik een enorm zwak aan sfeer. En in het algemeen sfeer en games. En die in Hellblade, die slaagt wel de nagel op de kop op dat gebied. Je speelt eigenlijk Senua, die haar geliefde is afgemaakt. En die gaat proberen via de goden, zoals Odin en Hela, om die geliefde terug te kunnen redden. Maar het probleem is, die zit met een zware psychose. Dus je wordt eigenlijk constant, als je het spel speelt, moet je het ook sowieso altijd met een headset spelen. Want je hoort langs alle kanten stemmen. Dat is het coole ook aan dat spel. Dat maakt ook het spel nog eens extra goed. Waardoor dat je eigenlijk om de duur zelf een beetje begint te twijfelen van is die nou eigenlijk wel echt wakker of is het beginnen zelf een psychose te creëren. Maar het spel duurt ongeveer een 8 à 10 uur, dus ik heb het ook in één weekend uitgespeeld. En aangezien ik ook van niks wist van het spel, maakt het spel en ook eigenlijk nog eens zoveel beter. Want ik was echt blown away van alles wat ik in dat spel heb gespeeld. Het is vechten, ongeveer een 20% zitten aan het vechten. Je lost puzzels op. Het is eigenlijk zowel alles wat bijeen geraapt, maar het is zeker aan te raden om het eens te spelen. Kevin, jij wil het hebben over iets wat dat zowel met film als met muziek te maken heeft. Je mocht van mij, dat is geen enkel probleem, maar pak dan wel een van de allerbeste bands van de planeet. Ja, daar kunnen we wel voor zorgen. Dat is geen probleem, nee. Jullie hebben het al een beetje laten vallen, het voorbije aflevering, maar ik heb
vorig weekend in Lyon gezeten. Een klein tripje op en af gedaan voor een van de toch wel beste live bands ter wereld. Dat is Rammstein. Ben ik daar gaan kijken. Die tickets lagen al 2 jaar in mijn schuif hier te wachten en te roepen naar mij. En het was een fantastische ervaring, zoals alleen Rammstein een show in elkaar kan steken. En ik heb het geluk dat ik nog een keer naar Oostende kan gaan, ook later deze zomer. Maar om het gevoel terug te krijgen, en ik heb een beetje heimwee naar Lyon, naar dat stadion met 55.000 man, met het vuurwerk en het vuur en het, alles erop en eraan. En kan ik eigenlijk maar 1 tip geven, dan zeg ik de DVD of Blu-ray, of het staat trouwens ook op Amazon Prime, is Live in Paris. Dat is een uitstekend registratie van een live show in Parijs die ze gedaan hebben. In 2012 al, in Parijs, in Bercy was dat. En het coole is, want de meeste live captaties is vrij recht toe, recht aan, is gewoon een stuk of 5 camera's, wisselen van camerapunt en that's it. Maar deze film is eigenlijk gemaakt door Jonas Ekkerlund. Dat is iemand die vooral zijn strepen verdiend heeft in de muziekvideo's. En die heeft er eigenlijk 5 jaar gewerkt aan die film. Om eigenlijk, ik denk dat ze met iets van een 50-tal camera's alles gefilmd hebben. Dat ze verspreid de 3 verschillende liveshows hebben gecapteerd. Ze hebben ook nog eens de show apart gespeeld zonder publiek. Om zo dichter op het podium te staan. Dus je gaat ook enorm veel close-ups zien. Er zitten special effects in verwerkt in die film. Als je 1 live captatie wil zien of moet zien van Rammstein, is het die Rammstein in Parijs. Om dan nog maar te zwijgen over ook Rammstein in Amerika, die heel goed is. En die is Völkerball uitstekend. En Livehouse Berlin. En absoluut. Ga zo maar door. Hè. Altijd goed. En een gratis extra tip. Schrijf u in op Ticketswap. Op een van beide concerten van Rammstein in Oostende. En ga gewoon live zelf kijken. Doe dat gewoon. Dat is gewoon het beste. Het zotte is ook, als je er nog in zou slagen om een ticket te vinden voor Oostende, 3 of 4 augustus, dan maak je op 3 augustus kans om Roma van Praga Lesjes te ontmoeten en op 4 augustus kans om Kevin van Praga Lesjes te ontmoeten. Ja, absoluut. En als je ziet en je herkent mij, tik me op mijn schouder en ik betaal je een pint. Voilà. Dat is een deal. Maar enkel bij Kevin geldt die deal. En trouwens... Nee, bij mij geldt hij ook. Ik weet niet of dat ook in Oostende gaat zijn, maar in Lyon was dat wel tof, want je moet er altijd bier kopen dat veel te duur is en wat is het allemaal. Ja. Maar daar hadden ze van die gerecycleerbare bekers. Dat waren echt harde plastieke bekers. Met allemaal in het thema van Rammstein. Dus je had eigenlijk 5 of 6 verschillende bekers dat je kon verzamelen en die kosten moesten dan 2 euro voor opleggen. En als je die terugbrengt, kreeg je 2 euro terug. Ja. Hetgeen dat ik even wil meegeven is een uitbreiding voor een game waar ik mij al enkele maanden geleden heel neig mee heb geamuseerd, namelijk Outriders. Een van de beste looter-shooters van de voorbije jaren. En Praga, daar kun jij mij bij toetreden, absoluut, denk ik. Voilà. Absoluut. Outriders brengt nu de uitbreiding World Slayer, wat dat een nieuwe campagne is van ongeveer een 5-tal uur. De uitbreiding World Slayer op zich heb ik onlangs een 7 gegeven. Is niet slecht, voegt niet superveel toe, gewoon wat nieuwe gebieden. Is heel fun als je de base game fun vindt, niet meer, niet minder. Maar de tip die ik geef is dat je nu het pakket Outriders plus Outriders World Slayer kunt kopen voor de tezamen prijs van €60. Wat dat voor een looter shooter waar dat je je minstens 50 uur mee kunt amuseren, echt wel een goede deal is. Het is een looter-shooter in elke zin van het woord. Geweldige kick-ass actie die nooit stopt, die nooit afgeeft. Om de 5 minuten heb je een andere loadout. En het verhaal, dat boeit geen fuck, dat zeg ik ook in de review. Maar dat moet hier ook geen fuck boeien. Keiveel wapens, keiveel gear. Supermooie vijanden, supermooie locaties, noem maar op. Skill trees. Een heel mooi geheel. De laatste suggestie, Praga, die komt van u. En jij durft het aan om iets te suggereren wat ik een matige 6 op 10 heb gegeven in mijn review. Sniper Elite 5, ook een gratis speelbaar via PC en Xbox Game Pass. Ik ben altijd fan geweest van de Sniper Games, want ik vind die daar zo tof aan.
Tegenwoordig zijn het allemaal van die snelle shooters, Call of Duty, Battlefield, Fortnite, Apex Legends, noem maar op allemaal. Outriders. Maar het is, Outriders, ja. Maar het is ook iets plezant om af en toe chill, door knap weergegeven, Normandische dorpjes, kastelen, fabrieken of andere omgeving te sluipen en daarbij stiekem Duitsers af te maken om zo de resistance te helpen bij de landing van Normandië en de snode plannen van Müller en zijn operatie Kraken uit de doeken te doen. Ik ben heel nog erg fan ook van Sniper Elite, waarom? Door de fucking coole X-ray killcamera. Ik ben echt mijn best aan het doen om die testicle achievement te halen, waarbij dat je op 100 meter afstand een Duitser letterlijk door zijn ballen moet schieten. Het is me wel gelukt om testicle shots te halen, maar die van op 100 meter, ik denk dat mijn kogels iets te trap naar beneden zakken. Maar ik moet toch zeggen, Roma, ik ben daar nu zelf geweest aan die stranden van Normandië. Ik heb daar die dorpjes gezien, die rest van die shit. Het is toch allemaal heel mooi weergegeven, die gebouwen, hoor, in die locaties. Oké, elke Duitser trekt wel op de andere Duitser, maar ik vind het plezant. Het is echt zo chill. Je kunt, ja, het is chill, gewoon rustig plannen uitvoeren, mislukken, het opnieuw proberen. Ook de verschillende manieren waarop je een missie kunt aanvatten, kunt uitspelen. Dus probeer het een keer als je op zoek bent naar een rustige, chille sluipschutterspel. Met die suggestie ronden we episode 36 van onze podcast af. Maar voor meer Pragalicious content kunnen jullie terecht op onze website pragalicious.be natuurlijk, maar ook op onze Instagram, TikTok, Facebook. En als jullie vragen hebben of suggesties of woedeuitbarstingen of liefdesbrieven, dan mogen jullie die altijd sturen naar podcast@pragalicious.com. We gaan er heel graag mee aan de slag. Onze podcast die kan je beluisteren via Spotify, Apple Music of elk ander kanaal dat weet wat een goede podcast is. En als je op Spotify luistert, vergeet dan zeker niet om ons 5 sterren te geven als quotering. Je kan vanaf nu uw eigen review nalaten als het ware en dat helpt ons enorm veel. Jullie horen ons binnen 2 weken terug als zowel wij als jullie nog niet gesmolten zijn. Tot dan! Tjus!